Hallo en fijn dat je weer kijkt naar deze nieuwe update. Vandaag gaan we het hebben over Microsoft 365 E5 en de suite waar alles in zit. Of toch niet. We gaan het in ieder geval hebben over de ontwikkelingen binnen Microsoft met betrekking tot Microsoft 365 suites. En ook over nieuwe functionaliteit en nieuwe producten. En of die dan beschikbaar komen in de suite of niet meer. Mijn naam is Patrick van der Meer en ik volg Microsoft al zo'n 15 jaar op de voet. En zoals gezegd, vandaag gaan we het dus hebben over Microsoft 365. Nou, wat is er aan de hand? We zien de laatste tijd een ontwikkeling. Waarbij eigenlijk steeds meer producten die Microsoft uitbrengt niet meer onderdeel zijn van een van de bekende suites. En daar willen we vandaag wat dieper op ingaan. Want ik denk dat velen van jullie nog steeds het beeld hebben dat Microsoft 365 E5 eigenlijk het hoogst haalbare pakket is. En het pakket waar alles wat Microsoft dus maakt ook in zit. En ik denk dat dat ook voor lange tijd zo was. Maar dat is nu toch wel aan het veranderen. Laten we eens wat dieper inzoomen op de producten die deels wel en deels niet meer in de Microsoft 365 suite zitten. Voorbeelden daarvan zijn Intune, Teams en Viva. En om maar meteen met die eerste te beginnen, Intune. Lange tijd zat eigenlijk alle functionaliteit op het gebied van Intune in Microsoft 365 suites. Maar dat is dus sinds kort eigenlijk veranderd. Microsoft heeft nieuwe plannen in het leven geroepen. En Intune, het landschap, ziet er op dit moment als volgt uit. Plan 1, plan 2 en uiteindelijk ook de Intune suite. Dat is eigenlijk hoe Microsoft het nieuwe model als het ware heeft vormgegeven. Waarbij je het zo moet zien dat alles wat Microsoft al had op het gebied van Intune, dat zit in plan 1. En dat blijft dus ook gewoon onderdeel van Microsoft 365 suites. Maar meer geavanceerde functionaliteit die Microsoft heeft ontwikkeld of voor een deel nog gaat ontwikkelen, dat is dus dat komt beschikbaar als add-on. De add-ons die er dus nu zijn plan 2 en de Intune suite. Voor Intune plan 2 geldt dat beschikbaar is voor een bedrag van $4 per gebruiker per maand. En dan heb je meer geavanceerde functies op het gebied van endpoint beheer. Wil je daar nog een stap verder in gaan, dan zou je ook nog kunnen kiezen voor de Intune suite. En die kost dus op dit moment $10 per gebruiker per maand en ook beschikbaar als add-on. Dus veel ontwikkelingen. Ook op het gebied van Intune, maar belangrijk om te weten, plan 1, waar eigenlijk alles wat Microsoft had op het gebied van Intune nog steeds beschikbaar is vanuit de Microsoft 365 suite. Maar extra functionaliteit, meer geavanceerde functionaliteit, zit dus in Intune plan 2. Zal ook in de toekomst verder beschikbaar komen binnen de Intune suite. Nou, een ander voorbeeld is Teams. En dan met name de premium versie die nu sinds kort is uitgekomen. Wat kun je daarmee? Dat gaat met name ook over toepassingen op het gebied van AI. Dus stel je hebt een vergadering en je zou willen weten wat jouw acties zijn binnen die vergadering. Dan kun je dat aan Teams vragen en dan krijg je keurig jouw acties uit de vergadering opgestuurd.
Nou, voor Premium, Teams Premium geldt, daar is op dit moment ook een promotie van beschikbaar. Die is begonnen op 1 april en die loopt nog tot 30 juni 2023. Dus tegelijk ook met het einde van het fiscal jaar van Microsoft. De basisprijs van Teams Premium is $10 per gebruiker per maand. En daar zit op dit moment een 30% korting op. Wat dus de prijzen voor dat abonnement brengt naar $7 per gebruiker per maand. Nou, wil je niet direct kopen, maar eerst uitproberen, dan kan dat ook. Er is een proefversie beschikbaar voor 30 dagen, waarmee je 25 gebruikers kunnen uitproberen. Nou, dan nog de derde, waar we het vandaag over hebben. Dat is Microsoft Viva, het platform voor werknemerservaringen. Ook hier zie je dat enkele toepassingen al beschikbaar zijn vanuit Microsoft 365 abonnementen en Office 365 abonnementen. Maar wil je daar meer mee gaan doen, dan zul je zien dat je al snel bij de add-ons uitkomt. En die gaan per module. En voorbeelden van modules zijn bijvoorbeeld Viva Engage en Viva Learning. Een module kost extra $4 per gebruiker per maand. Nou, heb je meerdere modules nodig, dan zou je ook kunnen kiezen voor de Viva Suite. Daar zit dan weer alles in. En die add-on is beschikbaar voor $9 per gebruiker per maand. Zou Microsoft nog komen met Microsoft 365 E7? Nou, wij denken dat het niet meer de vraag is of Microsoft daarmee komt, maar wanneer Microsoft daarmee komt. We gaan het voor je in de gaten houden. En zodra er meer ontwikkelingen zijn, dan zullen we dat zeker in een volgende opname aan jullie meegeven. Voor nu bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.